Jongens, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets leuks doen, maar ik ga nog niet zeggen wat. Dat houd ik nog heel eventjes geheim. Maar oké, tot zo. En zoals jullie misschien al raden, iets met sneeuw, maar niet iets met dit soort sneeuw. Minderie, groene tuin? Nee joh. Nou, wat heb je nodig voor een sneeuwmachine? Een compressor die 8 bar kan geven. Je hebt ook nodig een lange luchtslang. Waar het lucht van de compressor naar de sneeuwmachine loopt. Een goede waterpomp die ongeveer 30 à 40 bar kan geven, moet natuurlijk aangesloten zijn op het water met een slang. En de sneeuw kan nog natuurlijk, maar dat leg ik binnen wel uit. 2 hours later. Als je alles goed hebt gedaan, heb je sneeuw. Nou, je hebt onder hoge druk lucht en water nodig. Het water wordt met lucht gemengd onder dit stukje lucht. Hier bij deze nozzel worden hele dunne waterdeeltjes met lucht gemengd. En die komen hier uit deze nozzel. Omdat het onder druk staat en het komt weer in de normale druk, super cool is. En dat gebeurt hier. Bij deze bovenste dunne nozzel komt gewoon een hele fijne spray water. Wat in de lucht mengt met super koud water, waardoor er dan sneeuw in staat. Het moet wel onder 0 zijn en het allerliefst min 2. Jongens, tot de volgende keer. Ik ga weer sleeën. Het kan vriezen, het kan dooien. Maar als je op je bek gaat, zijn ze te laat met strooien.